College in Oostburg is een brede scholengemeenschap. Kinderen van 12 tot ongeveer 18 jaar kunnen onderwijs volgen op de afdelingen LWOO, VMBO, HAVO, Atheneum of Gymnasium. De opleidingsduur van LWOO en VMBO is 4 jaar. Het HAVO duurt 5 jaar, terwijl Atheneum en Gymnasium 6 jaar duren. Sinds 1 januari 2000 volgen alle leerlingen de lessen in dit vernieuwde gebouw aan de Nieuwstraat. Het bestaande gebouw is daarvoor grondig gemoderniseerd en flink uitgebreid. In de bovenbouw HAVO en VWO is in 1999 de tweede fase van start gegaan. De vakken die gevolgd worden zijn in 4 stromen, ofwel profielen genoemd, ondergebracht. Het gevolgde profiel bepaalt de mogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. Het gebouw was hartstikke leuk omdat er de leuke kleur gebruikt is. Er is veel ruimte en veel licht ook. Profielen waaruit de leerlingen kunnen kiezen heten cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. Naast de verplichte vakkencombinaties zijn er ook nieuwe werkzaamheden ingevoerd. De opvallendste daarvan zijn de praktische opdrachten en het profielwerkstuk. Deze opdrachten moeten meestal in groepsvorm zelfstandig worden uitgevoerd. Om dit zelfstandig werk mogelijk te maken, is het gebouw onder andere voorzien van een mediatheek en een laboratorium waar leerlingen voor de natuurwetenschappen onderzoek kunnen doen. Praktische opdrachten en het profielwerkstuk zijn onderdeel van het eindexamen. Naast de profielvakken kunnen leerlingen op het SWIN College ook examen doen in de vakken informatica en management en organisatie. We hebben wel een gezellige klas. We zijn ook 2 jaar geleden naar de Boerhavenspelen geweest in Leiden. Dat was heel gezellig. Ja, dat is minder belangrijk, maar dat is zeker iets. Heb je vragen over vervolgstudie of beroepskeuze, dan kun je aankloppen bij de schooldecaan. Alle leerlingen hebben een mentor. Bij je mentor kun je terecht met allerlei vragen, van leren tot persoonlijke problemen. De mentor neemt de tijd voor je. Probleem. Ik kom ziek melden. Oké, je naam is? Als je te ziek bent om de lessen verder te volgen, dan meld je je af. Er is dan altijd even contact tussen school en thuis. Heb last van zijn buik, ja. Kan hij naar huis komen vanmiddag? Of moet hij hem zelf ophalen? Natuurkunde wel leuk, vooral die praktica vind ik wel leuk met die systeemborden en zo. We zijn wel een tijdje mee bezig geweest en leuke dingen gemaakt. Bij elk van de 4 profielen ligt de nadruk duidelijk op verschillende vakken. In het profiel cultuur en maatschappij ligt de nadruk bij talen en creatieve vakken. De creatieve vakken bevatten zowel een theoretische als een praktische component. Het praktijkdeel bestaat op de HAVO-afdeling uit beeldende vorming en op de VWO-afdeling uit muziek. Voor het profiel economie en maatschappij ligt het zwaartepunt bij de vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Het gezondheidsaspect in het profiel natuur en gezondheid krijgt gestalte door het vak biologie, terwijl in het profiel natuur en techniek natuur en scheikunde de belangrijkste vakken zijn. Ja, ik vind het wel leuk aan deze school dat we voor HAVO 5 en VWO 6 laatste schooldag mogen doen. Buitenschoolse activiteiten vindt het SWIN College belangrijk. Excursies, culturele avonden, speciale projecten, maar ook een kampweek naar het buitenland staat op het programma. Het SWIN College heeft sinds enkele jaren een eigen website. Op deze site en via teletext kun je gegevens over de school vinden.